dinsdag en de sloten verder afgemaakt. En deze kant ook. Ziet er toch wel heel anders uit al. En dit even gemaakt van reststukjes. Er zit nog geen bodem of bovenkant op. Bodem in of bovenkant op bedoel ik. Ik weet niet of Paul enig idee heeft wat we hier misschien mee zouden kunnen, maar dat was gewoon even voor je leuk. Dinsdag en even geprobeerd om het hier een beetje op te vullen. En ik ga nu even gips aanmaken. Even kijken of ik het een beetje af kan smeren. Oké, ik heb net ontdekt dat de open zak gips helaas ook in het kattenhuis terecht is gekomen. Want die zou hier moeten blijven. Maar goed, hopelijk kan Paul die vanavond even pakken. En wie weet lukt het dan morgen. En gelukkig dat ons bonus kattenkindje Henny nog steeds niet door heeft wat het getik op het pot betekent. Want Henny liep namelijk wel het voorhokje in vanmiddag. Ik denk, oké, jij krijgt ook steeds meer zelfvertrouwen. En donderdag, welkom bij weer een nieuwe editie van Klussen met Jojo. Dit is gips. En dat ga ik dus proberen bij het kozijn te verwerken, maar in een oude kaashouder en aangebracht met een weg te gooien, vermoed ik. Broodmesje, het ging al helemaal fout. Het kwam er op Davidje en op mijn rok. Toen ik overeind wil komen, want ik zat op mijn knieën of op mijn hurken om het aan te maken. Dus, maar goed, we gaan het zien. Ik was nog even vergeten om het resultaat van vandaag te vloggen. Maar bij deze, ik ben dus inderdaad nog niet helemaal klaar. Maar goed, in ieder geval, er zit een gedeelte in, zal ik maar zeggen. De iglo is trouwens een, iets wat verplaatst. Vrijdag, vandaag de voorkant gemaakt voor een plantenkastje. Dus bovenin een beetje open. Eerlijkheidshalve kwam ik niet uit, maar het is fijn voor de zuurstof, zullen we maar zeggen. Dus ik vind het ook niet erg eigenlijk dat ik niet helemaal uit kwam. Ik had het echt wel dicht kunnen krijgen, maar zo is het ook prima. En eerst ben ik hier al bezig geweest nog, waar ik gisteren dus mee begonnen was. Ben ik vandaag mee verder gegaan. Dat wordt allemaal weer netjes afgeschuurd als het goed droog is. Hetgene wat te veel is. Dus, en hier ook gelijk nog een klein beetje opgesmeerd. Weet je wat ik net gedaan heb? Twee lantaarnpaaltjes vanuit het midden van de groentetuin even aan de zijkant gezet. Aan beide zijkanten van het pad ernaartoe. Paul vertelde iets heel mofs toen hij terugkwam van de boodschappen. Ja, er zat een kikker in de werkplaats, in de doos. Ja. Wat hij daar doet, ik heb geen flauw idee. Maar die handige springveer sprong uit de emmer, hè? Ja. Dus je hebt geen idee ook waar die gebleven is, hè? Dat deed hij heel makkelijk, ja. Ja, maar je hebt geen idee waar die gebleven is. Ik zag hem later ook niet. Nee, geen flauw idee. Een zondagmorgen. En in tegenstelling tot de afgelopen dagen is het nu weer lekker zonnig. Dus gisteren ben ik vanwege het weer niet naar Desjeda geweest. En toen had ik ook de auto. Maar dan gaan we nu maar eventjes lekker. En misschien vanmiddag nog een keer met Paul. Maar dat weet ik nu nog niet of dat gaat lukken. Even. Er kwamen zowaar geen buitenkatten de keuken in, maar Lientje zat wel buiten. Ik denk ook in het voorhokje, die schoot naar binnen. Spooky, die heeft ondertussen de werkbank ontdekt. Paul die zet nu even het luikje ervoor, alleen hij kan dus wel naar zolder. Dus ik hoop eigenlijk niet dat hij dat gaat doen. Dan kan hij dan via het dak kan hij wel naar buiten. Nee, hij kan zo ook niet springen. Nou, ik weet het niet. Maar hij komt om mee naar binnen nu.
Inmiddels in de buurt van 3:30. En als Paul zo klaar is, gaan we toch ook nog even naar Desje daar samen. Ze hebben hem gewoon open getrokken. De buitenkatjes hebben een zak voor de binnenkatten gesloopt. Die lag in het voorhokje. Ja, dat is slim. Maar even bij de vogel het kant. De andere kant is wat we van plan waren, maar we staan daar onderweg naar dat arboretum, dus aan de plateaukant, stuk op 40 auto's ongeveer. Ik heb ze niet geteld, maar daar ergens in de buurt zal het wel zitten. Met veel angst en beven en al mijn bescherming op had ik het waarschijnlijk wel aangedurfd, maar dan kan ik niet relaxed wandelen. Dus dat schiet niet op. Ik heb wel mijn bescherming bij me, maar er komen mensen aan. Oh. Ik wou zeggen, ik houd even in mijn hand, maar er komen nu precies mensen aan nog. Op voor poging 2. De weg wordt aardig geblokkeerd. We kunnen er nog net langs, maar is het een en ander gevallen. Ik had hem zelf nog niet gezien, maar dat is wel een heel mooi elfenbankje inderdaad. Met wat frambozen of bramen erboven. Er kwamen net mensen voorbij, maar ik stond in het inhammetje, dus ik schrok niet. Ik kon alles gewoon in mijn hand houden, dus dat is heel fijn. Een trucje werkt omgekeerd ook. Als je zelf op het hoofdpad loopt en je passeert een visser, dan is er ook niks aan de hand. Zal ik hem snel een duwtje geven? Nee. Laat ik dat maar niet doen. Dat is een beetje flauw. Maandag en Victoria, dan wel tijgertje, durft even niet zo goed meer terug naar beneden. Die is uiteindelijk maar daar gaan liggen. Ik denk dat het Victoria is, maar ik ben er niet helemaal zeker van. Ik ben bezig met de achterkant van het plantenkastje. Ik heb hem al ietsjes opgeschoven nu. Hij lag inderdaad iets meer naar links. Maar ja, ze is er zelf opgekomen ook. Dus, nou ja. Zo zal wel komen. Het was gisteren uiteindelijk bij Desje daar nog wel heel goed dat ik alles bij had. En we zijn uiteindelijk niet bij de vogel beland, maar oké. We hebben het in ieder geval prima naar ons zin gehad. Victoria is inmiddels beneden. En ik ben begonnen met de voor- en achterkant aan elkaar te zetten. En daar gebruik ik even een lijmklem bij. Die zat er net goed. Hij is inmiddels gezakt, maar hij zat net wel goed. In ieder geval als extra handje, zeg maar. De ene kant zit er nu in ieder geval. Dus dat is heel mooi. En dan weet ik niet of ik het nog ga redden om de andere kant ook te maken. Dat hangt echt van mijn vermoeidheid af. Maar op dit moment ben ik al heel blij met wat ik gedaan heb vandaag. De 8 sloten staan in ieder geval gezaagd klaar nu. Alleen Blackie zat net al lekker in de kleine doos die hier ook staat. En ze zit hier nu nog vlak bij me, dus ik denk dat ik het lekker voor gezien hou voor vandaag. Ja, nou, ik rijd er nog in. Dat klopt. Lukt het meisje. Dinsdag, eind van de middag. Het plantenkastje is af, dat ga ik zo even laten zien. Ik was nu even gewoon aan het wandelen in de tuin. Even aan het genieten van al het moois, ondanks de donkere wolken. En dan was er een van de tijgermeiden weer eens een keer in de boom geklommen. Arwen zit hier beneden. Die kwam mij al
mouwen tegemoet net. Lekker meisje. Deven er nog uit? Ja, toch wel. Arwen zet een aanval te beramen op vermoedelijke Victoria. Kan ook een tijgertje zijn, maar meestal kijken ze wel uit met tijgertje. Ho ho, ho ho. Vond ze dat niet zo leuk, Arwen? Volgens mij niet, nee. Dit is het plantenkastje geworden. Waar ik heel blij mee ben. En ik heb hem nog leuk versierd aan de zijkant. En de achterkant. En de andere zijkant. Met wat stickers en een foto. En aan de voorkant heb ik een gedichtje geschreven. En nog wat leuke dingetjes gemaakt. Even kijken of ik er toe kan verzoeken. Met hulp van stickertjes en pastelkrijtjes ook het een en het ander gedaan. Om nog wat extra op te leuken. Het is woensdag. En we doen aan gestapelde bouw. David nog het eerste. In het midden op schoot nu dus. Toen kwam Perelmanus er bovenbij liggen. En uiteindelijk is hij aan de onderkant, zeg maar, bij mijn knieën. Dus gezellig. Alleen zowel bij David als bij Perelmanus zie ik dus iedere keer het derde ooglid. Even kijken. Ik denk dat we ze even na moeten gaan kijken. Nou ja, moeten later kijken bedoel ik. Ja, natuurlijk, Vicky, dat kan ook inderdaad. Daar kan je ook lekker liggen, hè? Ik ga hem de avond inderdaad even meenemen, maar hij is helemaal over zijn toeren. Hij is nu net even stil natuurlijk, maar... Hij is... Nou, ik denk dat de camera maar aanhoudt, dan houdt hij zich rustig. Nee, maar het is heel eng voor hem. De ene kan er beter tegen als de ander. Het is te donker om te filmen, maar zo is hij dus bezig. Oh, moppie. Ik krijg wel lekker. Oh, ja, het is jammer dat we niks meer zien. Het beeld is zwart, maar oh, doen we hem wel. Maar het gaat echt door heel je lijf heen dit. Zo zielig. Zo, weer thuis. En nou ja. Bijna we zo de weg kwijt en nog niet wil eten. We hebben even vlees voor David klaargezet. Maar met wat lekkertjes erop, maar ik geloof dat hij een beetje de weg kwijt. Hij begint nu heel aarzelend... We moeten in ieder geval 2 avonden medicatie geven. En dan hopen dat het beter gaat. Ja, hij begint nu wel in ieder geval wat te eten, gelukkig. Hij moest eventjes... eventjes kijken waar hij was of zo, denk ik. Nou, bij ons in de keuken, schat. Je moet zo meteen weer naar buiten, maar je mag eerst even bijtrekken. Donderdag en...
en 6 tomaatjes overgeplant vanuit de eierdoos. Met alle nodige voorzichtigheid. Ik heb een waanusje uiteindelijk even in de keuken laten wachten, want die liep ook lekker in de buurt. Ik vind het wel heel eng. Ik hoop maar dat het een beetje goed is gegaan. Dat moeten we nog even afwachten. De maïs is ondertussen naar een stukje dikker geworden. Dus dat is heel erg fijn. Zaterdag, en Paul heeft het een en ander aan spullen gekocht om het allemaal wat netter op te kunnen bergen. Alle gereedschappen en materialen en dergelijke. Dat niet alles meer overal rondslingert, zeg maar. Dus dat ziet er strak uit. En nieuwe schroevendraaiers had je nodig, hè? Mm-hmm. Zondagmorgen, net even naar Desje daar geweest. Dit is het eindresultaat van Paul van gisteren. Dus dat ziet er inderdaad redelijk netjes zo uit, zullen we maar zeggen. En zeker dat kastje trouwens. Netjes hoor. De wielkast is een klein beetje uit elkaar aan het vallen, zegt Paul net. Oké, nee, dat is bijzonder handig. Toch maar even arbeiden dan dus op zondag, wat we normaal natuurlijk niet doen. Maar we gingen net weg met de auto. Tenminste, we zouden net weggaan, bedoel ik. Toen hij hier achter kwam. Dus ja. En dan is het misschien handig om het toch even te proberen om het goed te krijgen. Wat heb je niet, schat? Ik kijk niet helemaal onder. Nou, hij ziet er iets beter uit. Het lukt niet helemaal zoals Paul het wil, maar... Hij moet hier even onder. Maar het ziet er iets beter uit, toch? Hè? Dat was wel fijn in ieder geval, Paul, net. Toch met z'n negen. Want je dacht dat er... Eerst dacht hij dat er 2 ontbraken, toen 1, en vanmorgen had ik er namelijk eentje niet. Dus het is wel fijn dat het nieuwe compleet in ieder geval compleet is, hè? Het incomplete compleet. Dus, en je zou nog wat met Lego gaan doen, geloof ik, vanavond ja, of zo? Ja, ik ga wat Lego doosjes uitzoeken, even uitsorteren, kijken of we wat de boxen kunnen reduceren. Ja, precies. Dan zou ik zeggen, later.